Ja, dan gaan we nu echt even terug in de tijd. Misschien dat de wat oudere generatie dat wel kent, maar ik wist er nog helemaal niks van. We gaan het hebben met Olivier Willemsen. Geef hem eerst een hartelijk applaus. Over zijn tweede roman Rosa, die verschijnt in februari 2017. Moet ik introduceren waar het over gaat, het boek, of kunnen we het beter eerst dat jij het voorleest? Staat hij aan? Hij staat aan. Misschien is het handig als ik de proloog voorlees, want daar staat eigenlijk wel... Daar staat eigenlijk alles in. Dan zijn we ook meteen klaar. Ja, precies. Laten we dat doen. De proloog. Dit staat nog ingeplakt van maandag. Van wie is dat plakboek? Is dat jouw plakboek? Nou, dit heb ik voor maandag. Ik moest in de Kleine Comedie voordragen. Maar op zo'n groot podium heb je nogal vaak trillende handjes. Dus als je dit in een stevig boek doet... Oké, dat is een tip. Goed. Het nu volgende is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. Proloog. Jatlof Pass, 1 februari 1959. De zon is net onder als 9 studenten zich op de oostflank van de berg Golachatl installeren voor de laatste nacht van hun leven. De lucht kleurt donker en grijs, een ijzige wind trekt gemeenkrachtig aan. Hoog in de bergen geeft het weer geen waarschuwingen af. Bij het uitwerpen van hun tentdoek over een zelfgebouwd geraamte van stokken en dwarslatten begint stekelige sneeuw in ieders ogen en wangen te jagen. Er is haast geboden. De temperatuur zakt nu snel onder de min 20. De groep studenten slaagt erin om de tent in de stormwind op te zetten en één voor één zoeken de 7 mannen en 2 vrouwen de beschutting binnenop. De volgende ochtend zouden ze verder reizen naar hun einddoel, de top van de Ortorte. Maar geen van hen zou de zon nog zien opkomen. Het Oeralgebergte, en om precies te zijn het noordelijkste deel daarvan, waar een zware trektocht de studenten van het Polytechnisch Instituut van de Oeral heeft gebracht, is al eeuwenlang het domein van de Mansen. Dat is een nomadenvolk dat voornamelijk van zijn rendieren leeft. De krachtbeesten trekken sleden voort, het vlees wordt gegeten, gevulde huiden bieden warmte en onderdak en van de sterke botten worden werktuigen gemaakt. Ze staan ook bekend om hun symbolen, mysterieuze tekens die ze in boomstammen kerven of op godspartijen aanbrengen. De tekens vormen bosverhalen, althans voor wie ze kan lezen. Ze geven informatie over de onherbergzame taiga en soms waarschuwen ze voor gevaar. De namen van veel bergtoppen in het noorden zijn afkomstig van deze Mansen. Zo betekent het oude woord Otorten, ga daar niet naartoe in het Mansi. De berg Golachatl zouden wij vertalen met de berg der lijken. Nadat de groep niet op de universiteit terugkeert, wordt er alarm geslagen. Vrienden, medestudenten, leraren, agenten en uiteindelijk ook het leger, compleet met helikopters en lijksnuivers, zetten vanuit de stad Sverdlovsk, die nu Jekaterinburg heet, koers naar de noordelijke Oeral. Wanneer ze daar op de tent stuiten, blijkt het doek aan één zijde met een scherp voorwerp te zijn opengereten. Het reddingsteam roept, in de hoop op een antwoord, maar het enige geluid dat wordt weerkaatst is dat van hun eigen galmende stemmen. Binnen in de tent worden 9 paar bergschoenen aangetroffen, keurig op een rij. En op een kleine stoof, te midden van de slaapplekken, staat een steelpannetje met bevroren water en een geopend potje cacao. Op een aantal kussens ligt een opengeslagen dagboek met de pen tussen de bladzijden, gereed voor een nieuw verhaal. De tent lijkt hals over kop te zijn achtergelaten en het reddingsteam vermoedt dat de groep nog in de buurt is. Een spoor van voetafdrukken in de sneeuw leidt het team bergafwaarts naar de bosrand van de taiga. Daar worden onder een oude cederboom de verkoolde overblijfselen van een kampvuur gevonden. Het lijkt alsof er in de boom is geklommen. Tot ruim 5 meter hoogte zijn de takken geknakt of afgebroken. Was dat om de veiligheid op te zoeken of om naar iets of iemand uit te kijken? Dan, in de omgeving van het vuur, wordt een gruwelijke ontdekking gedaan. De lichamen van Georgi Krivoshenko, 23 jaar, en Yuri Doroshenko, 21 jaar, liggen levenloos in de sneeuw. Ze zijn zo goed als naakt. De oren van Yuri zijn door de vorst aangevreten en Georgi mist het topje van zijn neus. Dieper in het bos leidt een nieuw spoor van voetstappen terug de Golachatl op. Halverwege de berg steekt een blote knie uit de sneeuw omhoog. De lijksnuivers beginnen te graven, waarna de lichamen van Zina Golmogorova, 22 jaar, Rustem Slobodin, 23 jaar, en Igor Jatlov, 23 jaar, worden blootgelegd. Igor en Zina liggen dicht tegen elkaar aan en hij draagt een foto van haar bij zich. Gezien de vindplaats heeft het er alle schijn van dat het drietal terug was op weg naar de tent. 2 maanden later worden in een dicht begroeid ravijn en op enkele kilometers verwijderd van de anderen de overige 4 lichamen geborgen. Lyudmila Dubinya, 20 jaar, is het laatste slachtoffer. Ze ligt op haar knieën en rust met haar hoofd op een zwerfkei naast een bergstroompje. Lyudmila is het zwaarst verminkt van de 9. Al haar ribben zijn gebroken en 1 rib is daarbij als een bajonet door haar hart gestoken. Haar neus en kaak zijn verbrijzeld, haar oogkassen hol en leeg. En het reddingsteam doet nog een lugubere ontdekking. Haar tong ontbreekt.
Tijdens de autopsie wordt in de maag van Ludmilla, die bekend stond als de mondigste van het gezelschap, zo'n grote hoeveelheid doorgeslikt bloed aangetroffen dat de schouwarts in zijn rapport vermeldt dat haar hart het bloed nog rondpompte op het moment dat ze haar tong aan iets of iemand verloor. Dat is dus de introductie. Het is waar gebeurd, hè? Het is een waar gebeurd verhaal. Het gaat dus in het kort over een nooit opgelost incident op de Djatlovpas. Ja. In het Oeralgebergte, waar de lichamen van een groep jonge studenten werden gevonden. Ik las dat één iemand het overleefd heeft, klopt dat? Juri Juden heeft het overleefd, maar die is niet op de bergpas zelf geweest. Die is toen zij in het dorp Vizé, een van de laatste dorpen eigenlijk voor de taiga begint, toen ze daarna heeft hij rugpijn gekregen. En hij is omgekeerd. Wat ook weer een voedingsbodem is voor een van de 3000 conspiracy-theorieën. Ja, het is fascinerend, want ik geloof dat uiteindelijk de conclusie van allerlei onderzoeken was dat er een soort overheersende onbekende kracht was waardoor de mensen gestorven zijn. Dat wordt in het schouwrapport uiteindelijk wordt dat als conclusie aangehaald. Ja. Maar dat is een rapport dat aan alle kanten rammelt. Ik heb het dossier helemaal gedigitaliseerd gekregen, 452 pagina's. Het is pas eigenlijk in de jaren 90 onder de glasnost van Gorbachev vrijgegeven. Ontbreken ontzettend veel documenten. Het feit dat het leger de berg meteen na het incident voor 3 jaar heeft afgesloten en het liefst de lichamen op de berg had willen begraven en niet eens aan de nabestaanden had terug willen geven, doet vermoeden dat er ook wel wat anders aan de hand was. Hoe kwam je aan dit verhaal? En waarom dacht je, ik ga er een boek over schrijven? Dat is misschien nog interessanter eigenlijk. Nou, eigenlijk, ik ben getriggerd door het mysterie van twee Nederlandse jonge vrouwen die in Panama, meen ik, verdwenen zijn tijdens een voet, in 2014 was dat. Toen raakte ik gefascineerd door het mysterie dat je eigenlijk niet weet wat daar nou precies gebeurt, maar dat de verhalen gingen leven. Er zou ook een bosspook aanwezig zijn, of er zou een verkrachter zijn, of een taxichauffeur kon er iets mee te maken hebben. Dat is natuurlijk voeding voor een interessant plot. Ik ben toen eigenlijk op mysteries gaan googlen. Of daarin en boeken gaan lezen over van Loch Ness tot de Marisa Leste, het spookschip dat naar Genua voer. Kwam ik eigenlijk uit op een foto van een tent van de Djatlov-groep, die ingestort was. En dat bleek toen het grootste mysterie in Rusland te zijn. En dat vond ik eigenlijk heel wonderlijk, dat wij daar nog nooit van gehoord hadden. Ja. In Rusland is dit echt een ontzettend groot verhaal. Er zijn foto's van, volgens mij moet dat met die klikker. Ik heb geen idee waarom. Je moet naar rechts klikken. Oh. Kijk, want dit is de foto van de... Deze is op de Zorki-camera aangetroffen van de groep zelf. Dit is op 1 februari, dus eigenlijk op de dag van de... Dus voorafgaand aan de nacht waarop ze zijn omgekomen. Is het een foto dat zij de Golachatl, dus de berg der lijken, die dus zo heet eigenlijk omdat de Manzi, het nomadenvolk... dit is ook echt weer te toevallig en te wonderlijk dat daar 9 Manzi-leden zijn omgekomen in de 18e eeuw. Dat is een legende die al bekend was voor dit verhaal. In 1991 is daar een vliegramp geweest waar ook 9 mensen zijn omgekomen. Ongelooflijk. Maar goed, deze... Soms is de werkelijkheid echt gekker dan fictie, zeg maar. Nou ja, het was voor mij wel, al deze feiten eigenlijk waren toch wel verdomd interessant, ja. Ja. Omdat, en we kunnen natuurlijk niet echt in spoilers praten, want het boek moet nog uitkomen. Maar ja, in februari. Ja. Wat heb je vervolgens met dit verhaal, hoe ben je daarmee aan de slag gegaan? Nou, want jij bent natuurlijk romanschrijver, je schrijft geen non-fictie. Daar heb je voor nee, het is gebaseerd op dit verhaal. Ja. Hoe ga je daarmee aan? In eerste instantie probeer je het mysterie volledig te doorgronden. Ik heb echt ongeveer elk boek, mijn Russisch is niet zo best, maar ik heb wel veel hulp gekregen van mensen die het konden vertalen voor mijn vertalingssoftware. Ik ben in Jekaterinburg geweest, ben in Serov geweest, maar daar kan ik niet te veel over vertellen. Dat klinkt heel... Maar dat komt door het plot, hè? Als je daar te veel over gaat vertellen, dan wordt het plot... Nee, dat gaan we niet doen. Dat is niks strafbaars. Nee. Nou, het meest interessante is, kijk, er zijn wel geteld ongeveer 35 tot 40 redelijk relevante theorieën. Die allemaal uiteindelijk op een dood spoor eindigen. Meest gefascineerd ben ik geraakt door de techniek van infrageluid, infrasound. Dat is daar heb ik met veel wetenschappers over gesproken. Waarschijnlijk kent de meneer van KNW het of niet. Het is de zogeheten Karman-Vortex-straat. De Karman-Vortex-straat is een natuurverschijnsel. Op het moment dat bijvoorbeeld een wind ergens tegenaan botst, dan vormt zich een soort horizontale tornado. Die kan gaan rollen, over een bergkam heen gaan. Produceert zo'n laag geluid, lager dan 20 hertz, dat wij het niet kunnen horen, maar de haartjes in ons oor beginnen wel te trillen en zenden signalen naar de hersenen.
die discrepantie tussen die twee dingen kan je heel erg ongemakkelijk laten voelen. En daar zijn veel geluidsexperimenten mee gedaan. Dat is één theorie. Dat voor de doodsoorzaak. Voor de doodsoorzaak. Kijk, het meest interessante aan het verhaal is... deze 9 studenten zijn, om wat voor reden dan ook, hun tent uitgevlucht in het hols van de nacht buiten min 23 op een totaal onherbergzame plek. De reden is waarom. Dat is gewoon echt dat ze uiteindelijk zijn gestorven aan hypothermie of paradoxale ontkleding. Dat is redelijk bewezen. Maar wat ze wie ze uit die tent heeft doen vluchten, dat is een groot mysterie. En het is een beetje, want je hebt natuurlijk boeken als Hahaha en De Welwillende, die ook gebaseerd zijn op historische gebeurtenissen. En vervolgens ga je als auteur daarmee aan de slag. Voel je dan ook, dat is een hele grote vraag, sorry daarvan, een soort verantwoordelijkheid voor die feiten? In de zin van wat jij nu opschrijft, wordt voor veel mensen die het lezen het verhaal misschien wel van wat daar gebeurd is. Ja, nou ja, kijk, ik ga niet pretenderen dat ik het heb opgelost. Dan was ik waarschijnlijk nu ook al in Jekaterinburg in de grote held. Ja. Je hebt zeker verantwoordelijkheid. En ik heb ook, je moet je voorstellen dat de familieleden en nabestaanden van de slachtoffers... Heb je die gesproken? Daar kan ik niets over zeggen. Dat die in enorme onzekerheden nog steeds leven. Ja. En ook waarschijnlijk met de wetenschap dat dit nooit zal worden opgelost. Dus je moet je voorstellen dat de MH17 nabestaanden ook zo graag willen weten wie erachter is. Nou ja, goed. Ja. Ik ga daar verder ook maar niet over zeggen. Maar je kunt voorstellen dat het nu al meer dan een halve eeuw geleden is, dat het nog steeds knaagt. Ja. Ik ben op de begraafplaats, dat wil ik dan wel even zeggen, nog geweest waar ze liggen. En ja, dat is toch... Het is een mysterie dat al bijna is vergeten voor heel veel mensen voor de buitenwacht. En de Russen hebben het ook wel flink geprobeerd weg te moffelen. Waarom denk je dat? Dat ze dat hebben wel? wat kan ik daarover zeggen? Ik vind het een heel spannend wie is de mol-achtig gesprek. Uiteindelijk was dat ook wel een zoektocht. Want je vindt eigenlijk alles wat kan wel, wat kan niet. En steeds kom je weer op iets uit. En op een gegeven moment dacht ik het gevonden te hebben. Ik, weet je wel, Olivier Willems uit Amsterdam belost even het grootste Russische mysterie op. Nou kennen die nog. Ja. Nee, wat was je vraag? Mijn vraag was of je, ik weet het ook niet meer eigenlijk. Volgens mij was mijn vraag, ik weet het echt niet meer. Waarom de Russen het hebben weggemoffeld? Ja. Laten we de Russen niet vergeten. Omdat de Russen het... Nou, er is een theorie dat... een van de vele theorieën... Kijk, je kunt dit allemaal op internet ook vinden en uitzoeken. Een van de vele theorieën is dat de Russen bezig waren met een geheim wapen. De taiga, en zeker in het noorden, is het een ontzettend onherbergzaam terrein. En je kunt daar echt van alles verstoppen. En zeker in die Sovjet-tijd was Rusland sowieso gesloten. Als je het Kremlin had verplaatst, dan had ook niemand het misschien hoeven merken. Maar het feit dat zij daar met geheime wapens bezig waren en dat deze 9 studenten geslachtofferd zijn, daarvoor is een theorie. Ja. Zijn verdachte omstandigheden namelijk dat er radioactief, een verhoogde radioactieve straling op de lichamen aangetroffen door een agent die daarna een roman erover heeft geschreven. Alleen dat wordt weer belegd dat het wel heel apart was, want die man had een Geiger-teller bij zich toen hij naar die berg ging. Eigenlijk was heel snel op de plaats delict. Maar waarom had een agent in die tijd een Geiger-teller op zak? Dus continu loop je in dit soort fuiken eigenlijk. Van dat je denkt het is waar en het is weer niet waar. Wat voor mij ook heel erg interessant is van wat er nu uit Rusland komt. Nog steeds aan informatie voor ons. Wat is waar, wat is niet waar. En dat spel heb ik in mijn boek proberen te... Ja. Want je eerste boek dat is uit... Dat was Morgen komt Lisbeth. Dat was 3-4 jaar geleden? Eind 2014. Uit 2014. En wanneer ben je begonnen aan dit boek? Daarvoor eigenlijk al. Dit onderzoek was al iets eerder. Kwam al iets eerder op het mysterie. De voorbereiding is in 2014 begonnen ongeveer. Want het is wel spannend in die zin dat mensen vaak zeggen: het eerste boek is iets waar je al je hele leven over nadenkt. En dat mondt dan uit in dat eerste boek. En het tweede moet je dan opeens gaan schrijven, zeg maar. Ja. Heb je dat. Ervaar je die spanning zelf ook zo? Of? Ik vond het. Nou, nee, omdat ik het onderwerp vrij snel had, vond ik het niet zo lastig. Ik vond het naarmate de laatste fase zo van het afronden van het tweede boek, merkte ik wel in één keer dat het ook echt werk was. Terwijl het eerste boek heel erg lollig was om te schrijven. Het was fijn om te schrijven en het was leuk en nieuw. Het werd nu wel meer werken. En ik heb me ook wel geïsoleerd en ergens opgesloten. En begon dan wel redelijke Jack Nicholson Shining-achtige trekjes te vertonen. All work makes Olivier. Ja. En misschien tot slot dan, want... je hebt nu 2 keer eigenlijk je boek gesitueerd op een plek. De eerste was in de
In de Gürtel? De Oostenrijkse Gürtel. Ja. En de tweede dus in Rusland. Heb je voor de derde al een... Of ben je er nog helemaal niet mee bezig? Ja, daar ben ik heel erg mee bezig. En kan je daar al iets over zeggen? Ik ben vorig jaar... Ik kreeg de debutantenbeurs van het Letterenfonds. En aanleiding daarvan kreeg ik een beurs om in New Orleans onderzoek te gaan doen. Dus ik heb 3 maanden in New Orleans gezeten bij een kunstenaarsresidentie Delta Workers. En daar heb ik onderzoek gedaan naar Katrina voor en Katrina na. Dat is eigenlijk wat ik erover wil zeggen. Spannend. Het enige wat ik er nog over wil zeggen voordat we het publiek gaan, is dat ik het eerste roman heel mooi vond en heel erg uitkijk naar de tweede. Dus 1 februari dus. Eind februari. Dus als ik dan toch een promotie mag zeggen, hou dat in de gaten en koop dat. En misschien tot slot, want we moeten ook zo afsluiten, is er nog een vraag uit het publiek? Wellicht dat hij er niks over kan zeggen, maar dat merken we wel. Ik was heel erg benieuwd, sowieso naar het boek, maar ook hoe heb je jouw zoektocht daarin beschreven? Heb je het per theorie beschreven of heb je het, ga je de loop van de jongens volgen? Beide. Het is, ik heb geen reproductie van de reis van deze groep gemaakt. Het is verweven in het verhaal. Het blijft gebaseerd op. Maar ik heb wel, als je het boek leest, kom je wel in aanraking met elke theorie en met de hele weg die deze mensen, 7 mannen, 2 vrouwen, hebben afgelegd. Dus het zit allemaal wel in. Ja. En als je nou na het boek dit verhaal echt nog een keer documentair bijna belicht wil hebben, heb je dan nog, voordat we naar de bar gaan, 1-2 tips? Kijk dat, lees dat. Of gewoon met jouw bier drinken aan de bar? Er zijn Keith McCloskey en Donnie Eiker. Dat zijn 2 Amerikanen. Die hebben afzonderlijk van elkaar. Ik vind van Keith McCloskey niet heel erg overtuigend. Donnie Eiker heeft wel een heel overtuigend verslag eigenlijk geschreven van alle gebeurtenissen en alle feiten. Dat zou heel interessant naslagwerk kunnen zijn. Maar ook hij pretendeert toch een oplossing te hebben. En... Heb jij die oplossing? In je hoofd? Ik denk wel... Nee... Het is lastig. Het is niet zo dat ik het monster van Loch Ness in een kooitje heb en denk, we hebben hem gevangen, of dit is het. Maar kun je zeggen waar je vermoeden op wijst? Of is dat dan meteen de Nee, dat kan het boek? Ik... het vermoeden zou wel eens zomaar kunnen zijn dat er een aantal van dit soort theorieën gemixt zouden kunnen zijn. Dat er tijdens een lawine een Yeti met een massavernietigingswapen in Russische dienst langs is gekomen. Ik denk dat we nu heel vaag worden, dus dat we het hierbij gaan laten. Precies. Ik wil jou in ieder geval heel erg bedanken. Ik wil Oliver Willems bedanken, Ancilla van der Leest ook. En Wim van Saarloos, dus geef ze alle 3 nog een hartelijk applaus. En volgende maand hebben we, omdat de titel het ook al verraadt, weer een gesprek van de maand. Dus kom dan vooral weer kijken en vergeet uw consumptiebon niet aan de bar. Dank u wel en een fijne avond.